Er hangt een wurgslang in een huiskamer in Hilversum, waarvan twee wanden worden ingenomen door een terrarium dat de grote wetenschappelijke hobby dient van de heer Munnig-Schmidt. Hij kreeg zijn pythons toegezonden door een broer in Afrika. Het lukte hem hun levenssfeer zo goed na te bootsen dat ze zich in zijn huiskamer thuis voelen. Zo gebeurde hier wat al in 129 jaren in Europa's dierentuinen niet meer was voorgekomen. Er vormde zich een paar en het wijfje legde eieren. Ook de andere reptielen gedijen hier uitstekend en het vertrouwen is wederzijds. De Python Seba is de enige wurgslang die haar eieren zelf uitbroedt. Omdat het een holenreptiel is, heeft de heer Munnig-Schmidt het wijfje in een verduisterd hok gelegd waarvan de temperatuur zorgvuldig geregeld wordt. Binnen haar 3,5 meter windingen beschermt en bebroedt zij haar 15 eieren. Eén ei heeft ze verstoten, het was onbevrucht. Daarom kunnen we het in grootte nu gemakkelijk vergelijken met een kippenei. Circa 80 dagen duurt het broeden. Al die tijd zal het wijfje vasten. Al die tijd zullen de dierentuinen van Europa aandachtig naar deze Hilversumse huiskamer uitkijken.